Jongens, welkom bij een nieuwe review hier op gamersnet.nl. Onze Tom is blij, want hij mocht aan de slag met Forza Motorsport Horizon. Is het Forza Motorsport? Nee. Forza Horizon. Jongens, welkom bij een nieuwe review bij gamersnet.nl. Tom was blij, want hij mocht aan de slag met Forza Horizon 4. We gaan naar het Groot-Brittannië van Queen Elizabeth en Prins Harry. Ja? Ja, je maakt heel veel herrie. En jij mocht met die game aan de slag. Hoe ja, was zeker. Het? Ja, het is, we zijn van Down Under zijn we nu ineens weer waar de criminelen niet zitten. En dat is inderdaad het Verenigd Koninkrijk. Australië was natuurlijk de vorige setting. Dat is natuurlijk, dat kennen we allemaal als de failed state van Engeland. Ja. Maar nee, we zijn nu in het Verenigd Koninkrijk en daar komen we weer een andere aantal dingen bij kijken. Zoals ook het weer. Jee, ja. Het klimaat speelt een rol. Ja, want het is altijd kut weer in Groot-Brittannië. Ja, dat is heel leuk dat ze nu dat hele Horizon Festival, gewoon een enorm soort de viering van de autosport, dat ze die dan naar het Verenigd Koninkrijk brengen. Want het is natuurlijk wel een leuke nieuwe locatie en je kunt wel een aantal dingen doen. De eerste drie delen waren allemaal heel zonnig. Ja, maar altijd. En dat is ook een beetje het punt. En dat is meteen ook weer een klein beetje een soort van twist aan Forza Horizon. Ik vind Forza Horizon heel erg leuk omdat het altijd zo'n inderdaad zomers vrolijke soort van viering van de autosport is. En dat doen ze natuurlijk ook altijd met dat festival. Maar omdat dat festival nu in de UK is, is het ook wat druileriger. En er is een minder feestelijk gevoel ofzo. Dat kan natuurlijk ook gewoon je smaak zijn, want sommige mensen vinden gewoon de zomer een mooier seizoen dan de winter of de herfst bijvoorbeeld. Nou ja, dat is de reden waarom Skyrim niet speelde. Vond dat gewoon te treuren. Precies. Het speelt wel van invloed van hoe de hele wereld eruit ziet. En laten we heel eerlijk zijn, de meeste games zien er gewoon mooier uit als het zonnig is en er zijn wel lens flares en dergelijke. Ja, dat is waar. En dat is dus ook wel iets minder in de herfst, maar dat neemt natuurlijk wel weer mee dat je een heleboel leuke, extra gevarieerde gameplay mee krijgt. Ja, want alle seizoenen zitten, het is niet dat het nooit zonnig is, hè? Nee. Want af en toe is het zomer, af en toe is het winter. Af en toe sneeuwt het, regent het, alles, toch? Ja, nee, inderdaad. En dan heb je ook nog de dag-nachtcyclus die erbij komt kijken. En het feit dat Forza Horizon altijd al draait om heel veel verschillende auto's. Dus er is wel een heleboel meer om te racen nu. Vooral ook omdat je kunt natuurlijk altijd je eigen races maken. Maar dan kun je nu dus ook zeggen van, nou, ik wil dat dit in de zomer is. Of ik wil in de winter over de Schotse hooglanden knallen of zo. Of ik wil in de nachtelijke Derry of zo van Edinburgh racen met hypercars. Dat kan allemaal en er is veel meer vrijheid dan ooit eigenlijk. Tof. Betekent dat ook dat het gevarieerder is qua ondergrond? Want volgens mij, je gaat natuurlijk de bossen in en met verschillende buggies heb je honderden auto's. Slaat weer helemaal nergens op. Ze beginnen in de basisgame al met 440 auto's, maar ze beloven uiteindelijk een stuk of 1000 unieke eigen auto's. Dat slaat echt helemaal nergens op. Dat slaat nergens op. Nee, en dan inderdaad kunnen er ook heel veel nog open en zo. En elke heeft natuurlijk weer zijn eigen physics en dergelijke, die je ook weer helemaal kan afstellen en zo. Dus er is wel weer een heleboel variatie als je het bekijkt van welke auto's en hoe jij wil racen. En dan heb je nu ook nog eens een keer meer handvaten om jezelf te ontplooien als coureur. Hoezo dan? Nou ja, goed, je had natuurlijk in Forza Horizon altijd al een beetje een soort van sociale insteek. Maar nu draag je ook heel erg jezelf naar buiten in alle facetten die je doet. Dus je hebt nu ook een coureur die je zelf aan kan dossen met kleding en dansjes. En je hebt verschillende toeters die je kunt unlocken. En eigenlijk alles wat je doet laat jou iets meer jezelf out there stoppen. Dus je kunt iemand zijn die heel veel punten verdient door toffe designs te maken. Je kunt in clubverband met z'n allen gaan racen. Je kunt punten verdienen door de Derry te gaan, door de stuntraces te doen. Je hebt alles wat je doet in die game zorgt ervoor dat je weer verder komt en progressie boekt op een manier. En dat hebben ze nu ook gewoon een heel stuk socialer gemaakt, omdat je dat natuurlijk ook naar buiten draagt. Want dan kun jij leuk, als je wint van andere mensen, dan doe jij een leuk dansje op het erepodium en zo. Nou ja, goed, dat kun je dan allemaal unlocken. Leuk, word lid van de Gamers Club. Ja, die hebben we. Ja. Dat is gezellig. Ja, dat is sowieso ook dat de hele game nu werkt met de Xbox Clubs. Dat is sowieso wel heel slim gedaan. Want je had natuurlijk altijd al een soort van in-game clans. Maar nu is eigenlijk gewoon de Xbox Club. En ja, die werken ook op Windows 10. Kun je dus nu lid worden van die club. En kun je dus ook in en buiten de game met elkaar communiceren en samen racen. Mooi. Het is natuurlijk het vierde deel, Tom. En dat betekent dat we. Het is niet meer zo vernieuwend, lijkt me. Nee. Het is gewoon nog steeds een arcade race. Het is eigenlijk de Need for Speed die Need for Speed niet meer is. Het is gewoon de arcade tak van Forza Motorsport. Dus je krijgt die physics die ze bij Forza Motorsport altijd een beetje door-evolueren. Maar dan nu op een soort van vriendelijke arcade manier toegepast. En dat is eigenlijk dezelfde formule als we al 3 jaar zien. En je ziet Playground Games hier ook wel wat dingen vernieuwen. Zoals het klimaat en die sociale insteek en zo. Maar ja, het is wel nog een Forza Horizon. Dus als jij weet wat Forza Horizon is en je bent uitgekeken op eindeloos veel racen met allerlei auto's. Dan is het ook wel klaar, weet je wel. Ja. Tegelijkertijd, als je liefhebber bent van precies die formule, ja, hij komt gewoon hier weer gewoon haarscherp weer terug. En met een aantal vernieuwingen, namelijk de locatie in het weer, het klimaat. Heel veel socialiteit ook, ja, en meer auto's, ja, inderdaad. Ja. Nou, leuk. Je hebt de game met een 9 beloond. Je bent zelf dus tevreden. Ja, ik ben heel erg tevreden. Het is gewoon een ijzersterke racer, maar het moet wel je ding zijn. Want ja, het is inmiddels wel alweer de derde Forza Horizon die heel erg veel lijkt op de voorganger. Ja, precies. Oké, nou, onwijs bedankt, Tom. Mocht jij echt alles willen weten over Forza Horizon 4, check dan vooral gamersnet.nl. De link in de beschrijving staat namelijk ook de uitgebreide geschreven review van Tom. En daar gaat hij echt heel diep in op alle facetten van de game. Tom, bedankt.
Peter, bedankt. Kijkers, bedankt. En tot de volgende review hier op gamersnet.nl. Doei. Zijn we dronken.